Mijn relatie met de Radboud Sociale Wetenschappen is dat ik onderwijs geef aan de GZ-opleiding. En mijn samenwerking bestaat al een aantal jaren, een jaar of 4, 5, waar ik nauw overleg heb met de RCSW over het opzetten van bijscholing en nascholingstrajecten. Het grote voordeel van de RCSW ten opzichte van andere aanbieders is dat het juist verbonden is aan een universitaire wereld, zeg maar, waardoor dus de kwaliteit gewaarborgd is, omdat er altijd de nieuwste kennis direct beschikbaar is voor de opleidingen. Ik ben zelf een groot voorstander van een scientist-practitioner model. Dat wil zeggen dat eigenlijk elke practitioner, dus elke professional, ook een wetenschappelijke houding moet hebben. Je kunt voor mijn gevoel geen goede professional zijn met een academische achtergrond als je niet ook op de hoogte bent van wetenschappelijke ontwikkelingen, de nieuwste ontwikkelingen op jouw vakgebied. Er zijn op dit moment heel veel veranderingen binnen het werkveld, in ieder geval waar ik bij betrokken ben, dus de jeugdzorg. En ik denk dat het veranderende werkveld echt impliceert dat de RCSW heel creatief en flexibel omgaat met de bijscholing en nascholingstrajecten die ze aanbieden. Een grote flexibiliteit is denk ik op dit moment meer wenselijk dan ooit vanwege de veranderingen in het werkveld.